Welkom in deze nieuwe video aan Bolstar. Wij gaan een boek verstoppen. Het is helemaal klaar om het te verstoppen. En ik neem Annie mee, de webcam, zodat die, als het moest gebeuren, dat die natuurlijk kan ingrijpen. We zijn nu buiten en wij gaan dat boek verstoppen, dicht bij de speeltuin. Ik heb er net ook al buiten geweest voor een ander boek, maar dit lag ook nog in de weg, omdat ja, morgen wordt alles geschilderd en zo. En ik heb het toch niet meer nodig. En dan het bij papier gooien vind ik ook zonde. Dus dan kan ik het beter doen voor de boekenjagers. Het is nu 23 en zoveel. Dus het is wel heel laat, maar we mogen buiten komen. Er is geen avondklok of niks, hè. Dus we mogen officieel buiten komen. Dus een beetje een avondvlog. Dus er zijn nog mensen op straat te horen. Hoor je die krekels? Zo. De stoere man, hè. Dat jullie mij goed gaan blijven zien. Het is niet koud buiten. Het is niet dat je kunt zeggen het is super koud of zo. Integendeel, dat is het zeker niet. Oh, dat gras is nat. Het heeft toch niet geregend vandaag? Ah, oké. Okay. De nacht is gevallen. Hopelijk heeft de nacht zich geen pijn gedaan dan. Het is hier pikken donker. Zoals je kunt zien. Ja. Dus wat de andere. Zo. Ik had vandaag het boek gestopt. Ik denk dat het toen 21 uur was, dus ik ga eens kijken of het er nog eens ligt. Ik probeer het een beetje mee te pakken. De maan schijnt door de bomen. Dus hier hebben we allemaal meer licht. Dus hier zijn ook die appartementen en zo. Dat is een hele goede vraag eigenlijk. Hoe gaan we dat weten, hoe dat boek gevonden is? Er zit een briefje bij, boekenjagers. Dus waar je dus boeken die je niet meer nodig hebt, kan je verstoppen over heel het land. Er zit daar een briefje bij en ze moeten dat eigenlijk melden op Facebook. Dat kan zijn dat dat ook nooit geweten komt wie die gevonden heeft. Maar dat kan zijn dat iemand die gevonden heeft en die gewoon opnieuw verstopt op een andere plaats. Dat kan ook gebeuren. Maar dat is eigenlijk een beetje concept om een oude boeken niet meteen weg te gooien, maar een plaats te geven, eigenlijk om die een nieuwe plaats te geven. Eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling, dat mensen boeken gaan recycleren en daar brieven bij steken. Eigenlijk, en zo belanden heel veel boeken niet in de papiermand. En dat vind ik wel goed. We zitten hier nu op het voetpadplein, zodat je kan zien, het is natuurlijk wel donker. En we gaan dat hier plaatsen. Hier gaan we het zetten. Hier zo. Oké. Voilà. Het staat hier. Dus daar ligt het boek. Als je het goed kunt zien. Goed. Nu richting huiswaarts. Zo. Dan gaan we gewoon richting huiswaarts terug. Ja. Mijn oma zit hier mee op de webcam. Mee te kijken natuurlijk. Want als het te donker is, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dus ik neem die wel mee. Heel veel trots natuurlijk mee. Ja. Dus. Ik ga met een speakerpoort doen. Dus dat is geen enkel probleem. Zo, wij lopen hier nu terug. Dezelfde weg. Er zijn nog wel wat auto's buiten en zo. Brommers en fietsers. Dus zacht zijn zicht valt wel mee. Niet zoveel lichtjes. Maar op zich vind ik het ook niet eng om hier te lopen eigenlijk. Dus valt het nog eigenlijk nog maar redelijk mee. En
ja, ben ik ook wel heel blij dat ik hier op mag rondlopen. We lopen niet zo langs de markt en zo waar er heel veel volk is. Dus dat is al iets. Ik ben vandaag trouwens wel heel veel herkend geweest. Dat was wel, verkies wat, maar dat ben ik ook gewoon dat ik herkend word. Dus vind ik ook wel leuk. Kijk, hier is het echt pikken donker, zou je kunnen zien. En hier gaan we door. Niet helemaal natuurlijk, want dat is te donker. Dus we gaan niet die tour op. Maar we gaan gewoon rechtdoor. Gewoon, eigenlijk duurt het niet zo lang om naar buiten te gaan. Het gras is nat. Maar ja, daar kunnen we niets aan veranderen. Zo. Je zult nu niet heel veel zien. Dus, dat is ook wel eens leuk. Dat gaan we binnenkort wel eens een keer te doen. In de live dan. Dus, ik valt wel mee om zo te lopen. Ik heb nu niet echt zoveel schrik. Maar dat is ook omdat er iemand bij is en de camera bij is. Als ik dat alleen zou moeten doen en niemand kennen, dan zou ik wel wat in mijn broek doen. Maar nu valt het wel mee. Het is niet dat ik heel ver moet wandelen of zo. En ook op plaats waar ik die ken en zo, dat is het ook niet. Dus dat valt wel mee eigenlijk. Maar zodat we morgen een hele dag thuis blijven, konden we dat dus niet doen. En dan weet ik dat nu doe, dan is dat boek uit het huis en dan hebben we weer plaats voor andere dingen. Dan kan ik nog meer heel veel boeken doen. Dus ik kan ook eens binnen de dag doen en dan neem ik jullie ook wel eens allemaal mee om dat te doen. Dus ja, we zijn bijna terug thuis. Kijk, bijna terug thuis. Het is vandaag echt wel een goede dag. Het is zo, ik voel me ook wel goed. Ik heb minder pijn, trekt ook minder. Dus dat vind ik wel goed. Morgen ben ik al buiten geweest met mijn buurvrouw. Ben ik al naar de winkel geweest en zo voor alles te koop voor de Bolster spaghetti die ik ga maken. Er komt ook nog een filmpje van trouwens. Dus heel de live komt gewoon op YouTube te staan. Dus er zijn nog wel veel mensen buiten. Zo. Maar op zich hoort. Het is kei rustig. De natuur. Je hoort de natuur, je hoort de krekels. En anders hoor je altijd de auto's, de fietsers, de brommers. En nu hoor je gewoon niks. Je hoort af en toe wel eens een auto of zo passeren. Maar het is ook wel leuk om zoiets niets te horen eigenlijk. Dat het overal rustig is. En dat je echt eens de natuur kunt ruiken. Dat vind ik ook altijd heel leuk. Dat vind ik ook positief aan de zee eigenlijk. Als je de zee gaat, dan ruik je dat ook zo op bos. Dus op dat vlak valt het wel mee. We gaan weer in het donker, dus je gaat hem eventjes niet zien. Want waar ik woon, is er zit een donker hol. Om eerlijk te zijn. Dus dat is pikdonker. Dat is eigenlijk nog het gevaarlijkste van alle dingen, omdat je niet ziet. Gelukkig ligt er geen enkel steentje of zo, maar dat dan wel. En dan zijn we weer terug thuis, hè. Zo, hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we gewoon weer met een gloednieuwe video. Maar ik vind de knop niet.